En heel hartelijk welkom hier in de Haagse Kunstkring namens de afdeling Letteren, Film en Theater. Ik ben de voorzitter en ik mag u ook vandaag door dit programma leiden. Allereerst is er onze gast, u ziet er straks hier, dus dat gebeurt vanzelf, dat is Margreet den Buurman. En u hebt deze hele middag of avond halverwege aan haar te danken. Zij komt uit Den Haag, studeerde Nederlands en literatuurwetenschappen en vertaalt uit het Duits. Maar Margreet is gespecialiseerd in de familie Mann. En het boek dat Margreet schreef heet dus Leven langs de Bühne. Thomas Mann had naast Erika en Klaus, die zijn oudste kinderen waren, nog 4 kinderen. Dus Margreet is voorlopig nog niet klaar met deze man. Ik eindig nu met de laatste zinnen. Het applaus groeide tenslotte aan tot één ovatie. Een goed voorteken voor deze tournee. Maar een krachtproef voor de garderobe van den Kunstkring, die op zulke stormaanvallen nog niet geheel scheen ingericht. Te oordelen naar het gemoedelijk gedrang op de trappen. Men noemt hem dank. Dames en heren, dit is over een voorstelling Kring midden jaren 30. Margreet gaat straks in haar lezing dieper in op de Pfeffermühle en op de mannen in Den Haag. En Henk Kranenburg heeft voor deze gelegenheid een sfeerschets gemaakt van Den Haag in de jaren 30 en van de familie Mann. Dus we gaan nu een filmpje kijken. De cabaretgroep waar Erika Mann de artistiek leider van werd, was uit nood geboren. Want in aanloop naar de machtsovername door Hitler, in de jaren van de opkomst van de NSDAP, werd het klimaat in de theaterwereld en in de muziek- en letterenwereld steeds benauwder. Joodse medewerkers, acteurs en actrices kwamen steeds moeilijker aan werk. Er was vaak sprake van regelrechte intimidatie. Pers en publiciteit werden steeds meer spreekbuis voor het nationaalsocialisme. Dit min of meer afgedwongen. Bijna iedereen kent beelden van de knokploegen van de SA, de zogenoemde ordebewakers van Hitler en de NSDAP, die als spoken in de stad konden opdoemen. Erika Mann, die actrice was, lag persoonlijk vanaf 13 januari 1932 regelrecht onder vuur van de nazi's. Toen ze op de avond van die dag een lezing gaf, in het kader van een manifestatie die door vrouwelijke pacifisten was georganiseerd, werd ze min of meer gemolesteerd en bedreigd door SA-mannen. Haar lezing werd verstoord, er werd geschreeuwd en gefloten. Een paar dagen later barstte in de Völkische Beobachter een hetze tegen haar los. Ze voerde processen, die ze weliswaar won. De lucht in München was echter ernstig vervuild. Recensenten voor uiteenlopende bladen waren het er alle over eens dat er in het programma weliswaar kritiek zat op sociaal-politieke misstanden, maar dat deze altijd charmant en met een knipoog werd verpakt. De maaltijden werden met andere woorden niet al te gepeperd opgediend. Maar desondanks werd er vanaf de eerste voorstelling van de Mühle, zoals het cabaret onderling werd genoemd, door de nazi's een dossier aangelegd van Erika Mann. Stevast zat achter in de zaal Wilhelm Frieck, een hoge ambtenaar bij de nazi's, aantekeningen te maken. Na de machtsovername op 30 januari 1933 werden optredens van de Mühle steeds moeilijker. In mei en juni 1934 reisde de groep dus voor het eerst door Nederland. En bij die gelegenheid waren een aantal optredens
in het Haagse Diligentia. De historicus en filosoof Menno ter Braak, die vanaf november 1933 was aangesteld als letterkundig redacteur van het Vaderland, publiceerde voorafgaand aan het optreden van de groep op 31 mei 1934 in Diligentia een groot artikel over Erika Mann, waarvoor hij haar interviewde. Op 2 maart 1935, bijna een jaar na de eerste optredens van de Mule in Den Haag, was er een optreden in de Haagse Kunstkring. Voorafgaand aan dit optreden of tussendoor poseerde de groep voor een foto. Door een schenking ben ik de gelukkige bezitter van een afdruk van deze foto. Ook over dit optreden schreef ter Braak in het Vaderland. Ik doe nu nogmaals even een klein stukje wat uitgebreider hiervoor aan de orde was. Want het is zo leuk en nu is de zaal weer vol. Ook gisteravond was de zaal van de Haagse Kunstkring weer tot de laatste plaats toe bezet. Terecht, mag men zeggen. De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat wij geen cabaretrijk zijn dat ook maar kan tippen aan de prestatie van die Pfeffermühle. Op 26 april 1936 werd nog de 1000ste voorstelling van de Mule gevierd in het Rika Hopper Theater in Amsterdam. Er waren daarna nog een paar optredens, maar in feite lukte het de groep niet meer om ongehinderd op te treden. Begin 1937 hield die Pfeffermühle op te bestaan. Er was door Erika en Klaus nog een poging gedaan om vaste voet in Amerika te krijgen, maar deze poging mislukte. Voor het Amerikaanse publiek was die Peppermill namelijk te Europees. De grappen werden niet goed begrepen en ook miste men glitter en glamour. Het was een lang gekoesterde wens van mij om een verbinding tot stand te brengen tussen die Pfeffermühle en Den Haag. Ik wollte dir mein liebes altes Stück schon lange schreiben. Doch du weißt ja, wie schwer es ist. Es ist so schrecklich schwer. Der Tag vergeht so schnell mit tausend Dingen. Am Abend lege ich das Papier zurecht und dann wage ich den Brief nicht anzufangen, weil ich mich fürchte, dass er traurig wird. Es war so gut von dir, dass du mir selber geschrieben hast. Dein Bruder hinterließ kein Wort für mich. Ganz wortlos ging er fort. War auch für dich nichts da? Gar keine Zeile? Ich habe nichts zu denken als nur dieses. Wie leicht vermeidbar es gewesen wäre und dass man ihn doch hätte halten können. Wir müssen drunten bleiben. Unser Platz ist mittendrin. Du hältst doch mit mir aus. Wir können doch nichts schaffen, als nur jeden Tag uns Mühe geben, diese arme Welt dem etwas ähnlicher zu machen, was unser stolzer Bruder, der leicht gewordene, ertragen hätte. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit programma. Ik wil nog heel hartelijk dank zeggen aan Margrethe Beurman.